Zo Marloes, daar zijn we weer. In een heel nieuw jaar wel te verstaan. Hoe was jouw afsluiting? Ondanks omstandigheden, heerlijk feest gehad. Gelukkig maar. Ja, op afstand wel te verstaan, hè? Want het is nog steeds allemaal op afstand. Ik ja, hoop, nou ja, dat de wijn, wijn smaakt er niet minder om, zou ik zeggen. Nee, en een goed dekentje van wijn legt een laagje op alles, hè? Nou ja, goed. We hopen natuurlijk wel dat deze situatie heel gauw op een einde aangaat, toch? Zodat we weer de normale dingen een beetje kunnen gaan doen. Want er is heel veel niet doorgegaan. Zo ook onze cultuurprijs. Je hebt misschien wel de beelden gezien van de boodschapjes van iedereen. Ja, dat was wel even een zure appel, hè, Marloes? Ja, ik had er flink de pest in. Ja. Zullen we het maar gewoon zo zeggen? Ja. Logisch. Maar inderdaad, de meeste deelnemers die mee zouden doen aan onze live-uitzending, die hebben iets ingesproken inderdaad. En ja. Op eigen creatieve wijze hebben ze wat voor de mensen thuis opgenomen. Echt super, super, super fantastisch. Mogen we nog heel eventjes, want ik zou eigenlijk dit samen met iemand gaan presenteren, hè, de cultuurprijs. Mag ik die heel even ertussendoor fietsen? Want die vond het wel zo leuk. Ja. Daar word ik er zo vrolijk van. Kijk heel even mee. Deze is gewoon fantastisch. Was het 2020? Alles hier is fout. Was het 2020? Ook een coronatje is stout. Nou is het 21, 20, 20, dat is uit. 2021 komt de dokter met die spuit. Dan is je even oud en dan alles is oké. Okay. 2021 zeggen alle. Ja, leuk hè. Ja, maar er was meer natuurlijk. Ja. Maar jij hebt nog iemand weten te strikken die eigenlijk ook bij de cultuurprijs zou zijn, toch? Ja, ze zou meedoen inderdaad. En nu hebben we haar eindelijk een keer als interviewpersoon in het cultuurtje. Als, ik heb haar eindelijk mogen interviewen, zo moet ik het zeggen. Hier is ze dan. Een van de eerste interviews van januari en dit keer weer via Zoom, helaas. Maar met iemand die ik eigenlijk al heel graag een keer wilde interviewen. En dat is Auke. Ha. Hallo, daar zijn we dan. Ja, daar zijn we dan. Via Zoom dit keer. En jij bent van Soul, zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Hoe kom je bij die naam eigenlijk? Dat is eigenlijk begonnen toen ik ben verhuisd en mijn eigen zangstudio wilde gaan openen. Dacht ik van Auke Music, waar ik ooit mee begonnen ben, dat is toch eigenlijk gewoon een hele foute naam. En ik wil gewoon opnieuw beginnen. En Soul komt eigenlijk van dat je doet wat vanuit jezelf komt. En ik denk, Soul Muziek heb ik ook altijd wel voorliefde voor. En de AU is van Auke, dus vandaar. Oh zo. Ja, het is eigenlijk Soul, maar dan inderdaad met AU van Auke. Ja. Ah, leuk. En jij opereert natuurlijk als onder die naam als zangeres. Mm-hmm. Maar je hebt eigenlijk ook een beetje een band om je heen verzameld, zeg maar. Met heel veel verschillende muzikanten. If you lose me now, what would you do? If lost in time, I wish I could turn on the light and ignore my feelings inside. I wish I could win, it's fine, but we both... En kom je dan kom je veel bij elkaar in een maand? Repeteer je veel met elkaar? Het doel is om maandelijk samen te komen en dat we de rest vanuit thuis doen, omdat iedereen wel van een andere plek komt. Ja, Soul gaat heel veel samenwerkingen aan, zie ik hier en daar. Ik heb even gestalkt op YouTube en dan zie je The Key voorbij komen bijvoorbeeld, opgenomen ook in het Oda Park. Mm-hmm. Iets met een Sister's Diary zag ik voorbij komen, ook heel mooi. Ja. Je hebt iets over je eigen bruiloft uitgebracht, zag ik. Ja. Wel. En eigenlijk een beetje het laatste project is samen met Rosa Pools. Ja, en het nummer heet Losing You. Of, ja. Toch? Ja. Ja.
ik vind het altijd leuk om tekst te maken zodat mensen hun eigen invulling kunnen geven. En ja, 2021 staat voor de deur. Heb je al toekomstmuziek? Ja, we hebben eigenlijk gedurende de coronatijd onze nieuwe EP langzaam uitgebracht. Maar eigenlijk gewoon heel stilletjes aan. Omdat je niet heel veel mogelijkheden had. Of als je mogelijkheden had, bijvoorbeeld voor tuinconcerten of zo... ja, dat mocht later ook niet meer. Dus het was elke keer een beetje zoeken naar een weg. Dus we hebben er gewoon voor gekozen dat we de muziek die we hadden online gedeeld hebben. En we zijn op het moment bezig om nieuwe muziek te maken. Zodat we hopelijk na de zomer weer lekker kunnen gaan spelen met z'n allen. Ja. Prachtig nummer, hè, Marloes, wat ze weer heeft gemaakt. Ja. En ik vind het zo mooi, die combinatie met die dans tussendoor. Het hypnotiseert mij om naar te kijken, in ieder geval. Ja, het is, ja, ik ben wel fan van Auka en van alle andere muzikanten van Soul. Ja, ja. Ja, snap ik. By the way, de komende maand, ja, het is nog even, het zal erom spannen wat er gaat gebeuren met de maatregelen. Worden ze versoepeld of wordt de lockdown verlengd? We gaan het gewoon even afwachten. Maar heb jij dan een voorlopige agenda misschien? Ja, het is wel een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik weet bijvoorbeeld... eigenlijk ieder jaar in januari is de Raadselige Roos vindt plaats. En Raadselige Roos is een onderdeel van het literair café Venraai. En ik weet dat ze in december al bezig zijn gegaan met... Hoe kunnen we dit digitaal gaan doen? En ze gaan, dat weten ze nog niet zeker, ze gaan of 6 of de week later op 14 januari gaan ze dus een filmpje online zetten waar dus de winnende proza en poëzie aangekondigd wordt, voorgelezen wordt, voorgedragen wordt. Samen met de kunstwerken. Ja, in het weekend van 23 en 24 januari staat nog wel gepland de InBeeld inspiratiedagen. InBeeld is een amateurkunstwedstrijd georganiseerd door het Huis der Kunsten Limburg. Beeldende kunsten, wel te verstaan. 23 januari wordt er een workshop georganiseerd door Marlies van Zeeben in het Jeruzalempand. En 24 januari in het Oda-park. En heb je nog inspiratie nodig om mee te doen? Thema is identiteit. Meld je aan en wellicht kan het toch doorgaan. Het is net na 19 januari. Dus hou het even in de gaten. Ook onze site cultuuravenraai.nl. En wellicht heb je weer iets om naar uit te kijken, zou ik zeggen. Ja, dan hebben wij eigenlijk nog wel iets leuks, toch? Ja, ook zij hopen snel weer te kunnen repeteren. Ja, ondertussen waren ze wel in de gelegenheid om bij ons aan te schuiven. Dus kijk maar even mee. Nou, als tweede interview deze maand hebben we een misschien niet zo heel bekend duo uitgenodigd in Venraai. En dan heb ik het over Me on Stage. Janneke en Chiara, welkom. Ja, dankjewel. Hoi, goeiedag. Chiara, zou je me misschien eens wat meer kunnen vertellen over Me on Stage? Hoe is het begonnen? Hoe ben je in Venraai terechtgekomen? Of all places? Me on Stage is een musicalschool. Eigenlijk een culturele stichting. Het is begonnen in Brabant. Daar heeft het volgens mij 7 of 8 jaar hebben ze daar al musicals gedraaid. En dat begon in de Kattendans in Bergijk. En uiteindelijk vonden we het een leuk idee om het ook te gaan opstarten in het Doc 6 Theater in Panningen. Toen dat eigenlijk best wel een groot succes bleek te zijn, hebben we geprobeerd om het in andere dorpen op te starten. Waaronder dus ook Venraai en Zevenum. En in Venraai zitten we nu volgens mij 5 of 6 jaar.
Leuk, leuk. En Janneke, voor welke doelgroep is dat? Ja, het is een hele brede doelgroep. We hebben eigenlijk vanaf 6 jaar, zeggen we. En, ja, en dan tot en met, zeg het maar, we hebben namelijk ook een volwassen groep. Ja, deze zit dan niet in Venray, maar deze zit dan in Panningen. En in Venray hebben we voor nu een groep van kinderen van 6 tot en met 18 jaar ongeveer. En dat zit dan allemaal door elkaar. Wat doen jullie eigenlijk precies met Me on Stage? Ik heb ook ergens iets over een musical gelezen. Wat houdt het precies in? Nou, wij repeteren elk jaar voor een musical. Dus ieder jaar kiezen wij een thema uit voor de musical. Dit jaar is dat De Grootste Showman. Dat is een Nederlandse vertaling op The Greatest Showman. Andere jaren hebben we Shrek gedaan of Grease. Daar maken we onze eigen vertaling van. En in principe repeteren wij een heel seizoen aan het script. Dat is dan vanaf eigenlijk het einde of het begin van het schooljaar, rond september, oktober, tot aan het einde van het schooljaar. Dus onze voorstellingen zijn vaak in juni, juli. Ligt er ook aan wanneer dat bij ons de vakanties vallen. En dan gaan we dat ook opvoeren in het grote theater in Dok 6 in Panningen. Dus de uitvoeringen hebben we daar gewoon in de theaterzaal. Met alles erop en eraan, kleding, decor, microfoontjes. Eigenlijk echt een grote voorstelling maken we ervan. Alle kinderen die krijgen eigenlijk wel dat ze moeten dansen, moeten zingen, alles. Zeg maar musical, maar het is niet één onderdeel apart, Janneke. Nee, alle kinderen doen ook echt alles. Ze doen en dansen en zingen en spelen. En ze kunnen wel aangeven waar hun eigen talent ligt of wat ze het liefste zouden willen doen. Dus kinderen die het liefste willen dansen, die zorgen ook dat ze een rol hebben met heel veel dans. En kinderen die het liefste willen toneel spelen en niet zoveel met dans hebben, kunnen we dan bijvoorbeeld een andere rol geven waar iets minder dans bij zit. En kinderen die graag solo willen zingen, die kunnen dat ook aangeven. En dan kunnen ze eventueel een solo krijgen. De hoofdrollen hebben meestal wel een solo sowieso. Maar ook andere rollen kunnen natuurlijk een solo ergens krijgen. En dat kunnen ze eigenlijk allemaal aangeven. En dan proberen wij een zo goede mogelijk verdeling te maken om iedereen iets te geven waar ze in kunnen groeien en waar ze hun talent in kunnen laten zien. Wat mooi. En als kinderen dit filmpje nou zien, kinderen, jongeren of zelfs volwassenen die dit filmpje nou kunnen zien, hoe komen ze met jullie in contact? Hoe kunnen ze nou zien beleven, zeg maar, dat Me on Stage iets voor hen is, Chiara? We hebben gewoon een gratis vrijblijvende proefles kunnen ze aanvragen. Dat kan gewoon via www.meonstage.nl. Dan kan je een formulier invullen voor de locatie wat je wil en voor welke leeftijdscategorie. En dan gaan we samen een dag plannen, een datum plannen, dat ze een hele les kunnen meekijken. Kunnen ze meedansen, meezingen, meetoneelspelen. Gewoon echt een les bijwonen om te kijken of het iets voor hen is. En dan kunnen ze nog instromen. Waar wij vooral trots op zijn is dat het is voor iedereen. Kijk, het is voor nieuwe leden en ook voor leden die misschien wel door willen in theater, maar ook die het gewoon als hobby zien. Je hoeft geen auditie te doen om bij ons te komen. Iedereen is welkom om mee te doen. Het gaat om jezelf ontwikkelen op gebied van zelfvertrouwen, op het podium staan, samenwerken met anderen en ook ontwikkelen in dans, zang en spel. En ook vooral om gewoon plezier te hebben met elkaar. We hebben altijd heel veel, lachen heel veel in de lessen en ook tijdens de voorstellingen. Het is eigenlijk één groot feestje altijd bij ons. Ik denk dat dat het meeste is waar we trots op zijn. Dat het voor iedereen is en dat het ook echt voor plezier is en ontwikkelen. Ja, ik heb daar eigenlijk vrij weinig aan toe te voegen. Dus zie je dit filmpje en wil je nou eens weten wat Me on Stage is? En wil je meespelen in The Greatest Showman? Dan ga naar meonstage.nl. En wie weet tref jij Janneke en Chiara en doe je mee aan het eind van het seizoen. Ja, ik hou ervan, Marloes, toneel. Inmiddels ben ik eraan verslaafd geraakt. Zo hebben we ook de kerstspecial gehad met de vocal groep Transparant. Ook zo leuk, hè? Ja, daar hebben we net geluk mee gehad, want dat was net voor de lockdown. Ja, Me on Stage staat even on hold. Maar ja, je kunt je altijd alvast inschrijven, toch?
Ja, precies. Ik heb ook echt hele leuke reacties gehad op kerstdiner in Rooi. Ja. Dus thumbs up. Ja, en, we zijn super trots. Heel erg leuk. Ik zag ook dat een ander koor, Confetti, had een kerstlied opgenomen. Dus die koren die zijn op het creatieve pad, moet ik zeggen. Echt superleuk. Ja, het is mooi om te zien dat mensen toch de moed niet opgeven. En dat moeten we met z'n allen ook blijven doen. Gewoon vasthouden en vooral doorgaan, zei Jacques d'Ancona vroeger. Ik weet niet of jij hem nog kent, Marloes. Ja. Die zat in... Wat is in de jury van? De Soundmix Show, geloof ik. Ja. In de tijden van Henny Huizeman nog, ja. Nou ja, maar dat moeten we wel vooral doen natuurlijk. Vooral doorgaan. En wat er ook gebeurt, gewoon blijven ademen. Dat is ook wel handig tussendoor. En dan, en blijf negatief. Ja, dat is ook een goeie om nou eens te zeggen. Blijf negatief met z'n allen. En dan komen we deze lockdown door en dan komen we de hele crisis door, toch? Ja, zeker. En dan kunnen wij ons weer verheugen op hele mooie uitstapjes. Zo hebben we ook alweer wat gehad en dat is vastgelegd. En binnenkort kun je het gaan volgen, hè, op tv. Nee, inderdaad. Nou ja, het gaat over Butes te binnen. Op zijn Venroads, maar dan met een twist. Want het gaat natuurlijk dit keer om de dorpen en niet om Venray zelf. Ja. Dus we hebben ook Butes te binnen niet met 1 uur, maar met 2 uur geschreven als twist. Dus geniet van de teaser. En tot op tv eigenlijk, zeg maar. Toch? Ja, en anders tot volgende maand, hè? Tot het nieuwe cultuurtje. Ja, zeker. Goed zo. Doei! Doei! Kei mooie dorp. Ja. Prachtig dorp. Dat is een fantastisch dorp. Het mooie dorpje aan de Lien. Een prachtig dorp. Een prachtig dorp. Gigantisch prettig wonen. Dus best de moeite waard. En ontzettend aardige, vriendelijke mens. Jong en levendig. Een beetje pioniersmentaliteit. Dit smaakt naar meer. Oh, Marloes, hoor nou te stoppen, hoor. Ja, dat maakt niet.